Yes, dames en heren, een super goede, fijne, frisse, fruitige avond. Vandaag zijn we in het Beatrix gebouw bij Global People, het Diversity Dinner. Hier zitten young professionals en multiculturele studenten samen met toonaangevende werkgevers om diversiteit te bevorderen. Kom met me mee. Ik ben helemaal in mijn element. Ik hou van bruisende energie, van mensen die met elkaar connecten, talent te zien. Mijn ambitie met Global People is dat iedereen die een baan wil en een dubbele cultuur heeft aan Global People denkt om die baan of die stage te krijgen. We zijn één grote familie. One love. Melvin, super bedankt. Hey, thanks, hè. Hoe gaat het met diversiteit in de Koninklijke Landmacht? Nou ja, diversiteit is iets wat gewoon super belangrijk is. Sterker nog, we kunnen ons werk beter doen dankzij diversiteit. Waar hoop je dat de mensen vandaag mee naar huis gaan? Ik hoop met een mooie connectie. De juiste persoon vinden die wel hun waarde inziet of die hun een eerlijke kans wil geven. Zodat zij die gouden kans kunnen gaan verzilveren, man. It's important to see companies doing their best to recruit. Because it's also a plus to have. Because it's not only the ethnicity that you're hiring. It's the mentality. It's a different point of view and a different perspective. And I think companies really would benefit from listening to other voices that they may not, you know, come in contact with all of the time. Very relaxed atmosphere. I think we have a lot of fun. Everyone can be themselves, and I think that makes this event very different than other events. Sitting at the table with persons from the company is so different from reading about the company on a website, and that's truly inspiring, and the opportunity is very much appreciated. Yes, dames en heren, dit was het dan. Het Global People Diversity Dinner. Toen ik het event inkwam, had ik toch wel een bepaald gevoel van oké, wat moet ik nou verwachten? En het voelde voor mij ook een beetje als een zakelijke omgeving waar ik meestal voel dat ik niet helemaal mezelf kan zijn. Dat voelde hier vanavond echt anders. Ik heb inspirerende mensen ontmoet. Mensen van alle verschillende achtergronden, afkomsten, leeftijden. En de avond gaat om jezelf zijn. Comfortabel met jezelf zijn, goed met jezelf zijn. En hoe draag je dat nou over naar anderen en binnen de organisatie? Ik wil iedereen hartelijk bedanken. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Easy!